kijker naar deze nieuwe dagvlog. Het is echt lang geleden dat ik dat heb gedaan. Ondertussen ga ik me even klaarmaken, want het is vandaag maandag. En op maandag ben ik altijd vrij van mijn kantoorbaan. En dan werk ik natuurlijk eigenlijk gewoon voor mezelf. Doe ik het huishouden, boodschappen, et cetera. Nou, ik heb gisteren al heerlijk even het huis schoongemaakt, dus dat hoef ik vandaag niet te doen. Maar vandaag heb ik wel andere dingen op de planning. En ik dacht, ik neem jullie gezellig mee. Eerst dacht ik, zou ik dit allemaal wel gaan vloggen? Want het is een beetje moeken live op maandag. Ik doe niet zo heel veel bijzonders, soms wel. Maar vooral veel dingen kopen, regelen, schoonmaken, was doen, dat soort dingen. Maar ik vind dat dus heerlijk om bij andere mensen ook te kijken. Dus ik dacht, ja, ik kan het wel niet gaan vloggen. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Dus ik ga dat gewoon doen. Vandaag gaan we boodschappen doen. Ik haal altijd de boodschappen bij de Dirk. Ik hou van de Dirk. Je hebt daar gewoon echt alles. En dan lekker goedkoop. Hou ik van. Dus ja, daar gaan we lekker heen. Ik heb, zoals je hierachter kan zien, heel veel kleren liggen. Ik heb namelijk gisteren mijn kledingkast uitgezocht. En dat heb ik gewoon even heel snel, sporadisch gedaan. En toen ik net, of nou ja, gisteren zag wat er uiteindelijk allemaal wegging, dacht ik, goh, dit had ik moeten filmen. Leuk voor een video. Maar soms wil je dat gewoon even wat sneller doen of zo. Dus, nou ja, dat had ik dus gedaan. Maar al die kleren moeten dus op Vinted. Dus daar wil ik vandaag foto's voor maken. Ik moet nog wat wasdingetjes doen. Ik ga om 6:30 mijn nagels doen. En om 6:30 sporten. Dus het is nog wel een aardige planning. Maar dat gaat ons helemaal lukken. Dus ik dacht, ik neem jullie gezellig mee. Ik gebruik dus de laatste tijd die Colestar 10 drops. Maar ik dacht dus eerder dat ik daar echt pukkels van kreeg. Want ik had dat toen een keer gebruikt. En toen zat ik vol met pukkels. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Dus dat was wat anders. Maar goed, ik ga me nog even verder klaarmaken. En dan gaan we gewoon deze vlog beginnen. En ja, ik heb bruin haar. Ik laat zo wel even wat beter zien. Tadaa! Oh mijn god, ik voel me echt een heel ander persoon. Het is wel wat aan de korte kant, dus ik wil het wel weer iets langer. Gewoon zoiets. Maar ja, ik ben weer een beetje naar mijn eigen haarkleuren aan het gaan. Ik ben voor mezelf echt mega donker. En nu heb ik, je zou het niet geloven, maar ik heb highlights gevraagd. Want ik heb er helemaal met mijn, ik kom daar echt al jaren. Ik ga naar Veers in Gehalte. En toen zei ik, nou, ik liet al mijn foto's zien. Ik wil weer een beetje dit. Een beetje mijn eigen haarkleur. Maar niet, mijn eigen haarkleur is nog donkerder. Dat vond ik te heftig. En toen zei ze, nou, we zetten heel subtiel een paar highlights. Niet te veel, want ik was natuurlijk best wel blond. En dan met een toner. En nou ja, dat is dit geworden. Dus ik heb er nu niks mee gedaan. Ik heb het alleen geborsteld. Ik ga er vandaag ook niks mee doen. Maar ja. Dat is de kleur. Helemaal geinig. Hier moet ik dus vandaag foto's van maken. Dit zijn allemaal items wat ik op Vinted wil zetten. Deze wil ik eigenlijk niet op Vinted zetten. Want ik vind deze echt prachtig. En die heb ik nieuw. Maar ik wil hem gewoon nog heel even één keer aandoen. Om te kijken of die niet te strak zit. Maar ja, deze items gaan wel gewoon weg. Ben ik klaar mee? Of dat ik denk, ja, ik draag het niet meer. En dan vind ik dat zonde. Dus en een Adidas pet. Want ik draag geen petten. Maar goed. Hier moet ik dus allemaal foto's van maken en heb ik echt geen zin in. Maar het moet wel even. Mocht je me nog niet volgen op Vinted, ik heb er eigenlijk ook nog allemaal items online staan. Ik ben gewoon Floor, of ik heet Floor Delver op Vinted. Nou, en de jurk die ik vandaag aan heb, echt een favoriet van mij. Ik hou echt gewoon van lekkere lange maxi jurken. Dit is van Omoda en Florine van Gooise Moeders. Echt fantastisch. Ik vind Florine ook echt zo leuk en knap. Maar dit is dus de jurk. Helemaal enig. Ik doe vandaag, want ja, het regent, maar het is wel een beetje benauwd weer. Dus ik ga voor, ik denk slippertjes. Oké, ik denk dat ik eerst boodschappen ga doen. En dan vind het foto's maken. Want als ik nu heet het alles aan, uit, ben ik helemaal... Nee. Ik heb net mijn make-upje een beetje gedaan. Ik zonde. Dus ik ga wel eerst even de stad in. Boodschappen doen. Maar daarvoor moet ik eerst nog even een boodschappenlijstje maken. Want ik weet even niet meer wat ik nou wel en niet moet halen. Wanneer doen jullie altijd de bank en zo netjes maken? Of gewoon troepen en zo wat hier ligt weghalen? Doe je dat in de ochtend? Zeg maar de dag dus daarna.
of in de avond zelf voor je naar bed gaat. Normaal doe ik dat dus altijd in de avond voor ik naar bed ga. Maar nu niet, dus dat ga ik eerst even doen. Valt eigenlijk wel mee hoor, er liggen gewoon wat dekentjes. En dan doe ik altijd even die kussens een beetje opschudden. Zodat het weer een beetje wat netter staat. Drinken weghalen, dat soort dingen. Zo, klaar om naar de supermarkt te gaan. Ik heb allemaal kratten bier mee die ik even moet inleveren. En ik dacht misschien dat ik eerst nog heel veel langs de Action ga. Want ik heb nog een paar, of eigenlijk een paar dingen. Ik heb van die schoonmaakblokjes even weer nodig. Dus daar wil ik nog even naartoe. Ik wil eigenlijk ook nog even naar de Kringloop, maar die is nog dicht. Die gaat om 1:30 open. Dus moet ik even kijken of ik dat allemaal ga redden. Ja, en de Zeeman zit naast de Dirk. En de Zeeman die heeft hele leuke badhanddoeken nu. Heb ik niet nodig, maar vind ik wel enig. Dus ik ga misschien even kijken. Alleen. Kijk, deze lucht dan. Holy moly. Nou, welke gaan we doen? Ik heb geen idee. We gaan deze proberen. Het is toch verschrikkelijk. Wat een regen. Deze haal ik altijd bij de Action. Die vind ik echt top. Dus die heb ik bijgehaald. En ik heb dus deze gehaald. Dat is een andere dan ik normaal heb. Island Dream. Nou, die klinkt toch fantastisch. Dus dat. Nou, ik ben lekker boodschappen aan het doen. En dit blijft altijd zo'n lekkere geur. Even kijken. Hebben ze die hier? Oh, ze hebben hem hier niet eens. Wat een grap. Maar de appelkaneel van Bolsius. Die is zo lekker. Dit is toch ook geen geld, zo'n dubbele airfryer voor 50 euro. Wat een leuke kleur dit. Ik ben thuis en ik laat even snel zien wat ik heb gehad qua boodschappen. Het wordt een snelle boodschappenshoplog, want het is veel. Ik heb deze gehad. Een vers pakket en dan van Indiase curry madras. Lekker voor woensdag. Deze halen we altijd, zo lekker. Dit is maar 1 calorie. Een soort crystal clear. En dan de cranberry limoen. En de granaatappel acai. Geen idee. Dit. Vitaminewater. Ik heb altijd deze voor de vriezer. Zo lekker. Kipkebab. Ik heb van die vochtige allesreinigersdoekjes. Die heb ik altijd bij de wasmachine liggen. Rucola. Eieren. Kip. Hagelslag, want die was bijna op. Frambozen, lekker. Zongedroogde tomaat. Ik heb tonijn gehaald, want salade maken. Ik heb geroosterde paprika. Ook voor de salade. Ik heb skeer vanille, daar heb ik er 2 van, want die was in de actie voor 99 cent. Lekker. Geelworst naturel. Turks brood. Lekker met die kipkebab of lekker bij de soep. Kaiserbroodjes. Kookroom. Kaas. Deze mayo hebben we altijd. De honing is bijna op. En dan nog een tomaatsoepje. Gewoon voor de makkelijk. Als we dat een keer willen. Dat was het. Ik ga dit allemaal even wegzetten. Tijd om Vinted foto's te maken. Dus dat ga ik nu doen. Deze is bijvoorbeeld van Lovies. Nou goed, let's go. Nou, ik wou deze ook wegdoen. Maar nu ik hem weer aan, denk ik, oh nee, dit vind ik toch wel heel leuk voor vakantie straks. Dit jurkje, als je dan wat bruiner bent. Kaartje zit er nog aan. Ik hou hem toch wel. Oepsie. Nou, het gaat helemaal niet goed met Vinted foto's maken. Want deze trek ik ook aan, denk ik. Oh, ik vind hem eigenlijk toch wel heel erg leuk. Voor vakantie ook weer. Zo uit eten gaan of zo 's avonds. Ik moet zeggen dat ik deze print, wacht. Met dat bruinige haar, of nou ja, bruin. Veel zullen zeggen dat het nog steeds donkerblond is. En dat is volgens mij ook, maar voor mij is het weer een tikkeltje donkerder. Dat ik dat echt een leuke print vind. En dan als je wat bruiner bent straks, qua tan. Ja. Toch wel heel erg leuk. Gaat helemaal niet goed. Ik had laatst weer geshopt. Moet nog binnenkomen. Toen dacht ik, nee, ik moet nu dingen wegdoen naar mijn kast. Nou, hele stapel. Trek het weer aan voor de foto en ik wil het toch weer houden. Het is verschrikkelijk.
Maar goed, we pakken hem door. Nou, ik zweet me kapot, maar ik ben klaar. Ik ga nu alles op Vinted zetten en ondertussen ga ik... Dit gaat dus allemaal weg. Ondertussen ga ik even een broodje eten. Uiteindelijk hou ik dus nog wel toch een paar dingen. Deze jurk vond ik toch heel erg leuk. Deze dus ook. Nou, deze blouse. Ik twijfel omdat ik hem nooit aan heb, maar ik deed hem weer aan. Ik dacht, ja, dit is helemaal leuk. En dit broekje. Dat was gewoon een broekrokje. Ik wilde kijken of ik hem nog pas. En die vind ik eigenlijk ook nog wel leuk. Dus, nou, en deze had ik aan. Ik ga even een lekker lunchje maken. Ik denk gewoon een broodje met grillworst of zo. Heel simpel. Maar, mocht je me vorige keer een video hebben gezien, weet je dat ik dit heb uitgeprobeerd. Beers Benefits. En ik had dus de vorige keer de skin, de immuunsysteem vitamine en de nail en hair keratine beers geprobeerd. Nou, en dit zijn dus supplementen in de vorm van snoepjes. Het zijn dus echt van die beren snoepjes. Ik neem het elke dag. Het is echt een tractatie. Het smaakt gewoon naar snoep. Terwijl het gewoon suikervrij is. En het doet gewoon ja, wat het belooft. Vind ik tot nu toe. Ik ben er heel erg blij mee. En nu vroegen ze of ik weer wat Beers Benefits wilde ontvangen. Dus ik heb weer twee nieuwe potjes. Namelijk de Eat Your Super Greens Vitamin. Dus dit is echt ja, groenteinname. Hier staat op gerstengras en moringa. Deze. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe deze ook smaken. En ik heb de vitamine D Sun opgestuurd gekregen. Deze branding is toch fantastisch. Het smaakt gewoon echt heel erg lekker. Ik zal weer even die groene groente nemen. Het ruikt naar een beetje citroenachtig snoepje wat wel wat gezonder is. Daar ruikt het naar. Dit is hem. Ik ga hem proeven. Mmm. Ik vind het zo bizar hoe ze dit doen. Het is gewoon tractatie. Oké, en ik ga nu de vitamine D ook nog even proeven. Oh, deze ruikt echt fantastisch. Het zijn gele beertjes. Het ruikt naar mandarijn. Dit is hem. Ja, dit is gewoon snoep. Maar het is geen snoep. Nou, ik ben hier maar blij mee. Ik ga het weer testen en nemen. Sander neemt het ook. En ik vind het altijd echt top, want dan voor ik ga slapen, ik wil proberen in de avond niet te veel te snacken. Maar ik hou toch echt van een lekker zoet toetje of iets nog. Maar de laatste tijd neem ik dan dus gewoon een Beers Benefits, want die zijn heel zoet. En dan, nou ja, ondertussen heb ik er nu 5 potjes, dus 5 snoepjes. Ik vind het snoepjes, maar het zijn dus vitamines. Het is echt een tractatie. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb nog een hele leuke kortingscode voor jullie van Beers Benefit. Met de code FLOOR25 krijg je 25% korting op alles van Beers Benefit. Ik zou het ook wel even in de beschrijving zetten. Ik heb dus nu de vitamine D, de Green Vitamins, de Immuunsysteem Booster. Dit is de Biotin, Zinc en Hyaluron voor je skin, je huid. En dit is voor je nagel en haar. Helemaal blij mee. Nou, ik ga vanavond toch niet sporten. We gaan het nu woensdag doen. Ik zal met mijn zus gaan, maar zij gaat... zij heeft andere plannen. Dus dan ga ik liever woensdag. Komt mij beter uit, want anders moet ik haasten. Want ik, nou, mijn jurk zit helemaal in de knoop. Ik ga namelijk nu mijn nagels doen. En anders moest ik met mijn sportkleren zo daarheen. En dan, ik denk na het sporten... zie mij in de spiegel. Na het sporten... eten, maar nu kan ik dus wat meer wat rustiger aandoen. Nou, ik krijg het niet voor elkaar. Ik kijk dus nu weer Pretty Little Liars. Dat is de allereerste serie die ik ooit heb gekeken. En ik kijk het dus nu weer terug. En ik vind het zo weer fantastisch. Ik zit nu bij aflevering, of ik ben bij aflevering 3, of seizoen 3. Aflevering, geen idee, 2 of zo. En ik zit weer helemaal in. Dus echt elk moment, wanneer ik even kan, probeer ik een aflevering te kijken. Dus ik heb nu net weer even een aflevering gekeken. Echt zo fijn, zo lekker. Ik ga de camera aan de opladen doen, want hij moet opladen, staat er. En ik ga mijn nagels laten doen. Dit is before. Het is er al een beetje afgegaan. Het is vreselijk, allemaal uitgroeien. Maar goed, before en... let's go to the salon. En dit is after. Ik ben er zo blij mee. Kijk nou. Zo'n mooi glittertje. Echt prachtig. Zo, ik heb eigenlijk de hele avond niet meer gevlogd. Ik moet echt aan wennen.
Maar we hebben heerlijk gegeten, Mexicaans. En daarna ben ik heerlijk op de bank Pretty Little Lies gaan kijken en Sander voetbal. Dus echt heel fijn, zo'n avondje. Nu ga ik nog even de was doen en dan douchen, mijn haar wassen en lekker slapen. Want morgen moet ik weer werken. Zo fijn vinden we ondertussen lekker naar buiten kijken en dan dus de was opvouwen. Gewoon zo'n werkplek, zo fijn. En dan heb ik hier dus alles qua wasdingen wat ik gebruik. Ik heb hier van dat refreshing spray, dat vind ik soms wel lekker bij sportkleren. Vlekverwijderaar, ik vind deze Lenor wasverzachten heel erg fijn voor beddengoed en eigenlijk handdoeken gebruik ik daar altijd voor. Deze geurparels, die heb ik hierin gedaan met van die labels. Die labels komen van Shein of van Temu, weet ik even niet. Maar ik gebruik deze geurparels van Fabulosa. Deze heb ik volgens mij van de Action of van Die Grenzen. En ik heb deze dus nieuw, ik kan ook niet wachten om deze uit te proberen. Dit is een Lenor wasparfum. Deze ruikt echt onwijs lekker. Dus dat werkt gewoon heel fijn. En dan heb ik hier een mini prullenbakje voor het stof wat uit het droge komt. En ik heb hier dan een emmertje staan met water. Deze moet ik legen, want dat is dan van onze droger. En dan heb ik daar zo ons wasrek staan. En die ga ik nu legen, want dat is allemaal droog. Of droogrek, wasrek, whatever. Het wachten om straks in de herfst, dus met herfstproducten, te gaan wassen. Ik weet het, ik ben echt overdreven, maar ik hou daarvan. Nu gewoon lekker fris en zomers. En dan straks wat meer appelkaneelgeuren. Dat je handdoek dan ruikt naar appelkaneel. Love it. Ik ga lekker mijn haar wassen, want het wordt vet. En tijd om lekker naar bedje te gaan, boekje te lezen en te gaan slapen. Zodat ik morgen weer fris en fruitig aan het werk kan. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je het nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Dus nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer.